Hebben jullie al gehoord van het project Verdraai de Wereld? Nee. Nee. Jawel, ja. Nee. Ja, daar ga ik nu naartoe. Nee. Ja. En wat houdt dat in? Bij ons is dat jaarkenteken. Dat is gewoon alle Heroïsche Samen zeer. Het thema van de scouts. Scouts? Nee, ik weet het niet. Thema? Thema van het jaar. En dat jaarthema is gezamenlijk met allemaal andere jeugdbewegingen en NGO's. De scouts, die zien vanuit de camper of vanuit het regenwoud. De wereld draait rond. Filosofie achter Verdraai de Wereld, dat is allemaal samen tegen het onrecht in de wereld. De wereld is vierkant! De wereld is vierkant en wij moeten die verdraaien! Ik dacht eerder driehoekig, maar inderdaad, ja, vierkant. Maar we zullen ze rond maken. Hè. Wij voor de armen en de armen voor ons, dus alles omdraaien. De rijken voor de armen, iedereen voor iedereen. Ik zie het heel globaal ook. Een enorm en tof signaal naar de buitenwereld toe dat de jeugdbewegingen samen met hun 250.000 leden en dan nog een hele hoop NGO's en andere organisaties naar buiten toe willen geven van kijk jongens, wij staan voor een positieve andere wereld waarin dat iedereen zijn eigen plekje verdient. Wat hebt u vandaag al gedaan rond Verdraai de Wereld? We hebben een eerste spel gespeeld in een bos. Je moest aan een rat draaien en je kreeg dan een bepaald land. Dus nu is de bedoeling dat iedereen een euro heeft en dan houden we dat opsturen naar het huis, maar kun je niet naar waar. Wij zijn dus bezig om spaarlampen te verzamelen. Ik ga een spel doen met de gasten en daaruit gaat blijken, ik hoop dat het eruit gaat blijken, dat sommige mensen aan de rand van de maatschappij leven. Voilà. En weet je wat er hier vanavond nog gaat gebeuren op de Grote Markt? Gedronken zeker en zigeuner dansjes doen. We willen ons eigenlijk gewoon amuseren. Dus, ja, vooral komen dansen eigenlijk. Yay! Yeah. Hier met enthousiasme, dames en heren. Gaan jullie dansen? Enerzijds Verdraai de Wereld is het jaarthema van de jeugdbeweging, waar ze een heel jaar mee bezig zijn, zelf kunnen invullen. Anderzijds Ik Ben Verkocht is een organisatie die probeert alle Vlamingen, alle Belgen, heel de wereld te verkopen voor eerlijke producten, maar ook voor duurzaamheid. En een jeugdbeweging kan een fairtrade jeugdbeweging worden, kan verkocht zijn wanneer ze niet enkel producten van de wereldwinkel aanschaffen en daarvoor naar buiten komen, maar ook een project in zaken duurzaamheid uitwerken gedurende dit jaar. Wereldwinkelproducten en zo verder zijn meestal ook duurdere producten. Jeugdbewegingen zijn organisaties waar dat er doorgaans weinig geld is. Hoe kunt u dat linken met elkaar? Het is niet de bedoeling dat de jeugdbeweging enkel wereldwinkelproducten. Ik ben een verkocht persoon, maar bij mij thuis staat er niet enkel producten van wereldwinkel, ook andere producten. De bedoeling is niet verplicht, maar het aanbod geven aan de jongen, omdat ze kunnen kiezen tussen eerlijke producten die ook nog gezond zijn en daarnaast andere producten die er mogen blijven staan natuurlijk. Eerst die gele tent daar, zie je de Rocco Town tent. En in die tent gaan we deze namiddag demo's geven van het Rocco Town spel. Rocco Town, wat is dat? Ik weet niet. Een spelletje.
op internet. Internetspelletje dat je zo'n city moest bouwen en al. Is dat dat? Een stad moet bouwen en waar dan je punten kunt verdienen. En dan kun je korting krijgen op kampplaatsjes. Ja, en dan moeten ze opdrachten doen. Ja. En dan kun je extra punten verdienen. Maar als dat dan doorbeeld. Het heeft eigenlijk het thema duurzame ontwikkeling. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je eigenlijk een stad bouwt. Waar dat je eigenlijk al constant keuzes moet maken. Keuzes tussen hoe gaat je de bevolking van je stad gaan huisvesten. Gaat die stoppen in krottenwijken? Gaat die stoppen in huizen? Gaat het meer voor de luxueuze zaken? Bijvoorbeeld villa-wijken? Ja, het is waar. Als je een tent zo. Ik heb het gehoord. Nu weet ik het niet. Het duurt 8 weken lang het spel. En ja, na 8 weken zullen we zien wat dat de duurzaamste stad of wat dat de meest duurzame stad zal zijn.